dit ziet er... Wat het is, gaan we lekker niet zeggen. Dat mogen jullie in de comments uit gaan vechten. Ik denk dat ik het weet en ik heb hier volgens mij ook al een keer een tweet over gegeven. Hey kijkers van DDC, welkom bij een Niet in Mytopia video. Goh, op DDC Niet in Mytopia video. Dit is speciaal, ik ben hier vandaag met een aantal bouwers. Namelijk met Rick Appelaar. Jazeker. Die heeft een dikke naam. Ja, oké, okay, Rick is dik. We hebben hier Eriden, Jeroen, hi. Hallo. Hi, en we hebben hier Thomas, Thomas er. Jij hebt een def kleurtje, wat uniek. Mm-hmm. Of heb je die kleur gewoon gedaan vanwege je ogen? Nee. Goed. Hey, vandaag hebben wij een speciale video, namelijk, ik zei, laten we de bouwers een keer in de spotlight zetten. Jullie hebben een prachtig mooi bouwteam, jullie hebben hier bouwavonden, jullie hebben een keer trials, daar zitten we volgens mij nu op. Dat mensen in een klein stukje, wat is het, 200 bij 200, zoiets? 100 bij 100 moeten zij iets bouwen en dat bepaalt dan of ze wel of niet bij het bouwteam kunnen. Maar volgens mij zijn jullie niet kinderachtig en bouwen jullie zelf ook nog eens een keer wat. Dus dit is in feite een tour door de bouwserver. En iets wat kijkers en spelers van de DDG-server normaal gesproken niet zien. En nu een keer een kijkje in de keuken krijgen. Nou, we staan midden in de keuken. Vertel, waar kijken we naar en van wie is het en wat is het idee erachter? We kijken hier nu naar het plot van Goldraven. Dat is een ex-bouwteam, een tijdje terug, die is gestopt. Okay. Dit is zijn plotje. Zoals je ziet, het is een beetje een soort spanachtig idee met een paar pilaren met erop dat het gewoon een leuk sfeer godverdomme. Sfeertje. Leuk sfeertje, dat ja. ik vind hem gaaf en uiteraard een van de belangrijkste dingen wat het uniek maakt natuurlijk is die mist, wat ze met glas gemaakt hebben. Laten wij eventjes elkaar een beetje stress geven. Hoe noem je dat? Een beetje pit. We gaan dit allemaal een cijfer geven. Zullen we dat doen? Durven we dat? Ja hoor. Zeker. Ik ook. Ik vind hem uniek. Ik vind hem gaaf. Hij mist wat detail. Ik heb geen verstand van de layout maker. Hoe heet dat? Dat je dit gaat doen? Hebben jullie een plannen? Nee, jullie hebben een term voor dit. Dat je al die bergen moet maken. Terraforming. Terraforming, precies. Dus ik vind hem gaaf, maar het mist wat details. Ik geef hem een 8,5. Nou jullie. Rick, ik geef hem een 8. Een 8, oké. Okay. Thomas? 7,5. Jeroen? Ik geef hem ook een 7,5. 7,5. Oké, we gaan niet eens in waarom, want we willen meer zien. Meer. Waar gaan we nu heen? Dan gaan we naar het plotje van... Is dat met die grote man met de jurk of niet? Ja. Vrouw met de jurk, maar oké. Okay, ja. Ik kon het nog niet zien vanaf hier. Jemig. Ik sta naar de kont te kijken. Dat is niet handig. Van wie is deze? Deze is eigenlijk van mij. Dit heb ik een tijdje terug gebouwd in het begin. Ja. Toen ik erbij wilde. Geïnspireerd op Bloodborne. Gewoon een heel duister. Je moet eigenlijk Paytime Night doen. Dat krijgt het beste effect. Want het ook een duister spel is. En dan krijg je een beetje die sfeer erin. Ik wilde het gewoon door een bosje doen. Een paar van die leuke giftige paddenstoelen erbij. Maar dit is zeg maar dan. Oh, dat is vind ik het leuke. Inderdaad, het zijn paddenstoelen en een beetje gras. Dus dit is helemaal niet. Dit is niet een heel groot persoon. Dit is gewoon gemaakt alsof hij door de wildernis heen loopt. Ja, ik wilde gewoon wat realiteit in. Daarom ook gewoon een boomstronk erbij. Dat niet dat het een reus is, maar gewoon dat het gewoon een beetje real life skill is. Precies. We gaan een cijfer geven. Dat lijkt me een goed idee. Ik vind, ik ben sowieso gek op deze dingen. Want dit vind ik in lobby's jaren geleden ook al gedaan. Met natuurlijk alleen mijn skin en een empire dingetje en een zombie. Maar het idee ervan is super vet. Wat ik zou zeggen... Ook een 8,5, maar ik denk dat ik hem naar een 9 ga zetten. Omdat jij misschien wel makkelijk, of beter, dan die gozer met zijn witte glas gebruik maakt van... Je hebt echt het idee dat er rook van zijn voeten afkomt of een soort van duistere magie. Een soort mist, ja. Ja, een soort mist waar die loopt, zeg maar. Ik geef hem een 9. Als je het ook nog had gedaan dat je voetstappen had gemaakt... Ah, jongen, dan had je een 10. Dan had je een 10. Wie gaat als volgende? Wie durft? Ja, ik denk weer. Ik ga deze een 8,5 dan geven. Oké. Okay. Waarom geen 9? Ik vind dit altijd van die standaard posities. Ik vind het altijd veel toffer als ze zeg maar in een bijzondere houding staan. En dat is natuurlijk ook een grotere uitdaging. Maar voor de rest ziet hij er gewoon prima uit. Dus toch een 8,5. Prima cijfer. Next. Ik vind het sowieso wel goed uitzien. Maar ik weet dat Jeroen beter kan.
Ook al is dit ook nee, al nee, heel nee, nee, daar moet je niet naar kijken. Want dat, deze discussie hebben we, zeg maar, voor de mensen die kijken, off-topic ook heel veel. Soms is goed genoeg, zeg maar. Ja, dat is ook wel waar. Nou, ik geef hem toch, denk ik, ga ik met Rick mee met een 8,5. Een 8,5, oké. Okay. Beter hebben we ook nog een beeld van Jeroen en Rick zo meteen. Wat is de volgende waar we gaan kijken? Bij Yharnamelk, dat is deze hiervoor. Met een beetje de Star Wars-achtige village. Deze hiervoor. Oh, sorry. Ik zie ook echt allemaal dingen. TP mij maar. Zo. Oké. Okay. Ja. Ja, deze heb ik eerder gezien. Ik moet even tegen de kijkers zeggen dat ik deze eerder gezien heb. Ik gok dat jullie hem op een 7,5-8 zetten. Maar ik hou van dit stijltje. Want ik ga niet zeggen waarvoor. Maar toen ik hier stond, zag ik gelijk van... Ja, maar deze bouwer wil ik hebben. Jullie zeggen, ja, maar ja, die grond is wel heel simpel. Ik vind dit letterlijk ook een 8,5. Sorry voor jouw bouwwerkje net, maar ik vind dit heel vet. Het is simpel, goed gebruik maken van kleur. En ja, zit Yharnamelk er nog bij of niet? Nee, helaas niet. Dat is echt heel erg stom. Yharnamelk, kom even heel groot terug. Wat maken jullie ervan? Cijfertje, zo, bam, in één keer. Een 9. Een 9, zo. 8. Een 8 en een... 9, ja. Dus jullie waarderen dit ook wel, dit stijltje? Een hele unieke stijl, dat kom je niet vaak tegen. En ik vind hem prima uitgevoerd. Dus, ja, je moet het ook maar net kunnen, deze stijl. Niet iedereen beheersen. We hebben zelf geen handen over. Het is simpel, maar het is toch, het pakt je. Ik vind het echt heel mooi. Ja, we gaan naar de volgende, jongens. Dat gaat lekker zo. Hebben we ook nog spoilers? Want ik weet dat kijkers dat superleuk vinden. Ja, die komen zo meteen. Blijf kijken. Nog één plotje. Oh, deze is zo vet. Laatste. Ja, jullie hebben natuurlijk al heel veel plotjes ondertussen gezien terwijl we aan het vliegen waren. Maar ik hoopte al stiekem dat deze erbij was. Deze heb ik al een keer eerder gezien. Moet je voorstellen dat deze man een blok van 500 bij 500 had. En niet 100 bij 100. Dat zeg maar het huis wat hier staat in het midden zou staan. Organics noemde je dat? Of terraforming? Wat was het nou? Het landschap is terraforming. Gewoon met rotsen en... Ja. Organics zijn al levende dingen, dus bomen, planten en mensen. Oh ja, precies. Ik vind hoe die het ijs gedaan heeft, vind ik super vet. Ik vind die ijsschotsen vind ik gaaf. Ik vind de ijspegels vind ik gaaf. Ik vind het, ja, ik vergeet het altijd. Als ik een berg maak, dan vergeet ik altijd om zeg maar naar binnen te gaan, zoals hij dat hier gedaan heeft. En hij heeft, ik weet niet of jullie het gezien hebben, ongetwijfeld hoor. Maar hij maakt ook nog eens een keer gebruik van, hij cheat eigenlijk een beetje. Want normaal gesproken is een grotje wat donkerder. Hij werkt die wat naar binnen, maar je hebt ook nog eens een keer een optische illusie. Omdat de blokken die in het midden, in het binnen gebruikt zijn, ook nog eens een keer donkerder zijn. Om schaduw te creëren, dank je. De bomen zijn wat simpel, maar op zich vet. Zijn wel alle drie uniek, zo te zien. Dat vind ik leuk. En het huis heeft gewoon een heerlijke... Ja, het heeft een moderne sfeer, zeg maar. Maar dan, zeg maar, 1900-stijl, dat er een huis gebouwd is ergens in Oostenrijk. Dat idee krijg ik een beetje. Ik ga hem een 10 geven, fuck it. Ik geef deze een 10. Ik vind het echt heel erg mooi. Maar van wie is die? Deze is van Penalty van Daan. Die is ook helaas weg. Oh my god, wat doen jullie met die bouwers? Boeren. Nee. Oké, okay, jullie beurt. Ik ga hem een 9,5 geven. Oké. Okay. Ja, ik ga weer met Rick mee. Waarom geen 10, jongens? Waarom geen 10? Niks is perfect. Ik vind altijd ergens wel ruimte voor verbetering. Ja, als je me een half uurtje geeft, dan heb ik wel wat gevonden. Ik vond hem lui hier aan de zijkant, zeg maar. Waarbij die overal heeft hij iets gedaan, behalve hier aan de zijkant. Zie je dat? Daar heeft hij gewoon simpelweg steen en dan gebruikt hij geen dioriet en dergelijke. Dat viel mij als eerste op, maar ik dacht, ach, fuck it. Ja, oké, okay, maar dat is ook vooral omdat dat de grens is. Dus het is wel echt de bedoeling dat je dit soort plots van het vooraanzicht eigenlijk... Dat snap ik. Ik mis nog één cijfer. We hebben een 10, 9,5, 9,5. Voor mij krijgt hij een 9 ook. Een 9? Jij bent kritisch. Wat mist er? Detail op het huis? Wat mist er? Dat zou kunnen, maar ik vind het een terraform. Hij is heel mooi, maar misschien nog iets meer een paar ijsplanten of zo. Het is soms zo leeg op de terraform. Dat is mijn mening hoor. Oké. Nou, jullie hadden het over spoilers. Gaan die nu al komen? Want we hebben nog veel meer natuurlijk die we laten zien. Ja, ik denk dat we daar nu heen gaan. Okay. Nou, nu Jeroen. Okay. Jij maar wel als eerst. TP mij maar. Terwijl ik naar een iets anders aan het kijken ben, wat eruit ziet als een soort van waterval met een grot. En... Oh, hier is hier ook iets heel vets met een soort van kasteel. Ja, ik ben ondertussen aan het spieken. Jullie moeten me snel te payen hoor, anders laat ik alles zien. Oké, okay, te laat. Bij je. Ja. Super. Net op tijd. Oeh, dit ziet er... Wat het is, gaan we lekker niet zeggen. Dat mogen jullie in de comments uit gaan vechten.
Ik denk dat ik het weet en ik heb hier volgens mij ook al een keer een tweet over gezien. Dat klopt. Dit is... Oh, we kunnen... oh, wacht. Ik denk dat ik een idee heb. Als ik hier langs vlieg, heb je namelijk van die prachtige mooie barrier blocks. Dat je niet naar buiten kan. Dat betekent waarschijnlijk dan dat het een map is en niet een beeld. Niks zeggen. Ja. Ik heb het al gezegd. We hebben daar iets van een paadje. En dat gaat uiteindelijk naar nog een huisje. Helemaal tot en met hier. Maar daar gaan we niet in. Nee. Ik vind dan, het ook wel al die banners erbij. Ik vind het echt... Het heeft een soort Chinese stijl, right? Met die draken. Ja. Wie heeft het gemaakt? Smurf 1400. Ja. En Timo 16, als ik me niet vergis. Oh my god. Klopt. Nou, Smurf die is af en aan nog een keer bezig voor de DDG-server. En Timo, die zit er gewoon nog bij, hè? Yep. Ja. Hoe kom je van hem af? Lastig. Een van de lastigste. Ik kan even voor de zekerheid opzoeken of ik gelijk heb, want er zit ergens kamer. Ja, want er zijn ongetwijfeld een paar mensen misschien die niet aan bod komen, die momenteel in het bouwteam zijn. Dit is wel een klein beetje jullie ego-momentje. Wouden jullie nog een shout-out doen naar een van jullie broeders? Ja, naar het hele bouwteam gewoon. En dan weten ze wie ze zijn. Het hele bouwteam, oké. Dit is ook gemaakt door Argantion, zie ik hier, en door Thomas. Welke Thomas? Thomas er? Ja, ik. Ja, blijkbaar. Ik ook een beetje, waarom zeg je niks dan? Ja. Ja, dat is een heel klein beetje. Die andere die verdienen veel meer. Pak je shine, Thomas. Ja, het was een hoofdje waardig, dus hij heeft genoeg gedaan. Ik weet niet wat het is, maar ik vind builds waarbij ze toch Bedrock weten te gebruiken altijd zo vet. Het is zo'n blok. Ja, Bedrock is een heel uniek blok. Ja, het is zo'n texture. Precies, zo'n blok waar je eigenlijk normaal gesproken niet veel mee kan. Maar als je het goed combineert wel weer. Dit ook leuk gedaan. Ja, ik ga dit niet eens een cijfer geven. Want ik denk dat we allemaal wel weten dat deze gewoon moker vet is. Wij willen meer spoilers. Dingen die spelers misschien ooit een keer te zien gaan krijgen. Geen beloftes. Waar gaan we heen? Wie brengt mij? Is het deze, Thomas? Ja. Oh, pas goed op, hè. Zo. Ja, dat is het verkeerde. En we zijn bij... Oh. Wacht even. We spawnen hier bij... Oh, wacht. Maar oké. Okay. Ik ga even graaien. Dit ziet er veel meer uit als een soort mega dikke lobby. Nee, ook niet echt. Er zijn veel te veel paden voor een lobby. Maar wel mededelen. Het zou wel kunnen. Ja? Het is nog niet 100% zeker dat hier iets mee gedaan gaat worden. Maar wellicht dat jullie me ergens nog zien verschijnen. Maar dit is alvast een sneak. Ik zie een vos. Ik zie bomen. Ik zie toch wel een soort van medieval huisjes. Ik zie een kasteel boven. Jullie hebben het niet verteld wat het is, maar je gaat in de muur. Ik denk dat ik een idee heb wat het is, man. En ik vind hem vet. Wie heeft het gemaakt? Dat dit staat ook mijn, hier. Dan ga ik even spieken. Van Daan. Dit is gemaakt door Vaxor, door Tenneltin en door Jeroen Eerden. Ja. Ik vind hem dope, hoor. Gaan we niet verder dat je ook in die boom kan. Oh nee. Dat is voor bordjes. Vet, hoor. Ja, bijna. Jongens, dit moet iets van een soort van een lobby zijn of zo. Dit ziet er niet uit als een kit PvP map. Ik vind hem heel erg vet. En hebben we nog een spoiler of was dit de laatste? Ja, we hebben er nog eentje volgens mij. Oeh, wij willen de spoiler. Wij... Welke warp zat Thomas? Spannend. Kunnen jullie niet vinden? Ho! Oh, Invalid World? Er zat in één keer hier een... ik dacht dat jullie het waren. Er zat hier een maatje. Gaan we hier wat tegen doen? Ik zit heel even de wereld te zoeken, hoor. Rick, help! Er zat een paard met een skelet. Ding. Nou, pak een zwaardje, zit in game mode. Dus, nee. Ik ga niks aanpassen aan de map. Straks sla ik iets kapot. Dames en heren, wij zijn zo terug bij de laatste spoiler van vandaag. En dan zijn we inmiddels op de laatste eigenlijk, het spoiler dingetje. En ik denk dat mensen al wel weten waar dit voor is. Dit is een, zoals jullie zelf zeiden, een work in progress. Dit is niet klaar. Er groeien af en toe bomen ergens. Thomas, ik denk, dit hebben jullie met z'n allen gemaakt. Solo, crates, squad, upgrade, shop, smith. Je ziet het beneden ook al in de chat, dus ik kan het niet eens verbergen. Dit is waarschijnlijk de nieuwe Heroes Lobby. De testers hebben hier ook al lang op gekeken. Vandaar, er zijn al tientallen mensen die dit al een keer gezien hebben. Ja, wie heeft dit gemaakt? Denk iedereen zo wat, hè? Nou, dan ga ik heel even in een hoekje kruipen. Dan moet je me niet volgen. Nee. Want dan mogen de spelers zelf ontdekken. Dit is gemaakt door Alizix. Ja. Thomas. Okay. Eerden.
Tijn V15, Mo 16, Argantion en Luca H. Ik bedoel maar even. En het leuke is dat je hier natuurlijk in het midden staat en alles zit eigenlijk op een bereik van 40 blokken. Je kan overal zo naartoe lopen. Naar de upgrade shop, naar de shop, solo squad, crate zitten hier, hoppakee. Maar jullie hebben er heel erg veel meer omheen gemaakt. En als je dit een cijfer zou moeten geven, jongens, wat zouden we doen? Want in feite, kan ik mijn flyspeed aanpassen? Het kan niet. Als je hier gaat kijken, hebben we eigenlijk een vliegend eiland hebben we mee te maken. Maar er zitten allemaal nog eilanden omheen. Ja, dat klopt. Die eilanden hebben een bepaalde reden, ja. Uiteindelijk. Ja. Maar dat is aan de spelers om aan te ontdekken, denk ik. Ja, en ik heb al een aantal teasers in de vorm van hats in Mindtopia gezien. Dus ik denk dat sommigen het al wel weten. Dat heeft natuurlijk bij de speelstijl en eigenlijk bij de faction te maken waar ze bij zitten. En welke het allemaal precies zijn, ga ik niet zeggen, maar we kunnen de stijl bespreken. Laten we bij deze beginnen. Dit ziet eruit als een paar planeetjes, een paar balletjes, maar die bomen zien er weer heel erg, zal ik zeggen, mystiek uit, zeg maar. Of niet? Ja, klopt. Ja. Dan, weinig over toe te zeggen. Dat bedoel ik. Dan hebben wij hier iets. Normaal zou ik zeggen, het is een kasteel. Maar het ziet er ook wel een beetje uit als een maanbasis. Het heeft heel veel blokken die we normaal gesproken niet gebruiken, zoals Purper. Geef het eens een naam, Rick. Nou, sci-fi. Dat laat ik aan Jeroen over. Jeroen, geef het eens een naam. De bekende barcode onder de buiten. Sci-fi structures. Een beetje sci-fi. Vind ik inderdaad een hele goeie. Dan hebben wij hier iets. Wat een beetje een verrot planeetje lijkt het wel. Weet je, wat is het voor iets? Het is van hout, maar van afstand lijkt het inderdaad hele donkere dirt. Lava en een soort van ziedige boompjes die hier een beetje scheef staan. En we hebben hier zelfs koolblokken. Ik zou zeggen duister, laten we daarop houden. Daar kan je het zeker bij houden, ja. Okay. Dan hebben we tot slot hier nog eens een keer een prachtig mooi luchtkasteeltje. Ik denk gelijk aan Elementals-achtig iets of zo. Weet je, iets heiligs of zo. Een soort van. Maar ook wel een beetje oosters. Door die tempeltjes erbovenop. Een beetje een mixje. Beide wel. En dan hebben we hier. Eigenlijk, dat zullen haast wel de bad guys moeten zijn. We hebben hier doodskoppen. Op een soort van zwart, paars. Dat doet me denken aan de end. En de mens. Boy. En de mens, void, dat soort dingen. Jongens, dit was de laatste spoiler. Daarmee is ook gelijk de video klaar. Zoals je ziet, het bouwteam staat niet stil. Het bouwteam doet fucking veel. Ze zijn niet alleen maar aan het spelen op stukjes van 100 bij 100 om te kijken wie er natuurlijk bij kunnen. Maar ze maken dus ook de afgelopen 3 bouwwerken die jullie gezien hebben. Die zijn door in ieder geval een samenstelling van het bouwteam gemaakt. Ik wens jullie ook heel veel succes. Ik weet dat er heel veel grote wijzigingen gaan gebeuren of nog moeten gebeuren of al gebeurd zijn binnen het bouwteam. En ja, ik denk dat wij als server namens alle spelers, jullie ook heel erg dankbaar zijn dat we niet gewoon een hokje hebben van 10 bij 10 van dirt met een selectortje start the game. Maar dat we echt een hele ervaring hebben op het moment dat we binnenkomen als zoiets bij dit of bij die vorige 2 bouwwerken. En ik denk dat we daarom afgesloten hebben. Nog andere dingen? Ik weet niet of dit de plek is namelijk voor oproep voor bouwers, maar misschien ook wel. Rick? Ja, alle bouwers zijn natuurlijk welkom. Dus, en via waar beginnen ze? Creative Plots? Screenshotjes? Je kan in principe screenshots, maar op Creative Plots kan ook zeker. Zolang je een screenshot hebt of op Creative Plots, gewoon een sollicitatie aanmaken. En dan kijken wij hem binnen 1 week ongeveer. Jullie horen het. Op het forum dus eventjes. En anders kun je Appelaar twitteren. Anders kun je op Teamspeak wil bouwen worden in je naam zetten. We vinden je vanzelf wel. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Als jullie het leuk vonden, zijn er genoeg andere aspecten. Misschien een keer een dagje mee met een developer. Oh god, dat wordt echt heel technisch. Maar het zou kunnen. Laat maar even weten als daar interesse in is. Het was in ieder geval het bouwteam. Bedankt voor het kijken. Vergeet de like niet en te abonneren. En jongens, nogmaals bedankt voor de tour. Later jongens.